wel lachen toen ik de chat zag lopen tijdens de opening. Dat is herkenbaar als wij een webinar bij de PO-raad organiseren, maar volgens mij op iedere school, bij elk schoolbestuur, valt mijn geluid doet het niet, waar is het beeld en dat soort dingen. Dus we zijn nu bijna een jaar verder, maar laten we niet zeggen dat we alles al qua digitalisering onder de knie hebben. Welkom allemaal bij deze sessie. Wat mij betreft gaan we met elkaar het gesprek aan. Ik ga openen. Daarna zal ook Twan Maas, directeur van Kennisnet, spreken. En we gaan met elkaar in gesprek gaan over die onderwijswaarden die onder druk staan. De laatste jaren digitaliseert het onderwijs en de samenleving in een hoog tempo. En dit levert wat mij betreft hele mooie en nieuwe toepassingen op. Bijvoorbeeld om contact te hebben met ouders, leerlingen en het onderwijs op afstand te kunnen bieden. Dat leidt tot mooie dingen die eigenlijk razendsnel allerlei nieuwe tools komen in het onderwijs. De een nog mooier en adaptiever adaptiever ook zelfs dan de ander. Tegen scherpe prijzen, voor sommigen vinden dat niet altijd, maar oké. Met thuisaccounts waarbij leerlingen met een kleine bijdrage van ouders ook thuis kunnen oefenen. Echter, het is niet altijd natuurlijk wetenschappelijk aangetoond dat het leereffect van die adaptieve leermiddelen is. En aan de andere kant, als we naar die private kant kijken, zien we daar op dit moment een enorme schaalvergroting aan die kant voorkomen. Door integratie van verschillende onderdelen van de leermiddelenketen, nadert nu een situatie dat er steeds minder leveranciers zijn en maar er enkele overblijven. En dat kan de markt voor andere toetreders natuurlijk bemoeilijken. En wij als PO-raad, en VO-raad, en MBO-raad, en Kennisnet, en Sifon, kijken naar de digitalisering vanuit onze onderwijsambities. En dat doen we bijvoorbeeld vanuit maatwerk bieden voor alle kinderen. Uiteraard gelijke kansen bieden voor alle kinderen. Als we alleen aan deze afgelopen periode kijken, lijkt dat een enorm belangrijk thema voor ons, uiteraard. We kunnen het faciliteren van het ononderbroken leerproces over sectoren heen en we zoeken duurzame innovatiekracht. Maar voor mij en voor ons roept dat eigenlijk wel een hele belangrijke vraag op. Welke waarden stellen wij voorop als het gaat om digitale ontwikkelingen? Willen we, als we kijken bijvoorbeeld naar die thuisaccounts van ouders, dat zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid hebben om thuis te kunnen oefenen? Maar ook als dat betekent, en Twan zei het al straks in zijn opening, als dat betekent dat het ene kind daar meer profiteert dan het andere kind. Want het hebben van een device, of het hebben van budget om zo'n account te hebben, is wel essentieel om het te kunnen volgen. Ik denk dat onze publieke waarden in deze periode ook onder druk staan. Dat stonden ze al, maar nu veel meer zichtbaar. En terwijl wij die waarden juist als kader zien en de basis voor de toekomst, willen we die gebruiken. Welke waarden zijn dat nou bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld doelmatige inzet van publieke middelen. Het onderwijs wordt bekostigd vanuit het Rijk, vanuit belastinggeld en dat moet doelmatig ingezet worden. Maar ook een keuzevrijheid voor ouders en voor leerlingen om vrij te kunnen kiezen. En transparantie in aanbod en gebruik. Denk alleen maar aan ook algoritmes in alle platforms die er nu zijn. En als wij ons als onderwijssector uitspreken over welke publieke waarden we ten grondslag willen leggen, dan kunnen we de kansen die op digitale middelen bieden ook echt stimuleren. Maar wat mij betreft moet het dan echt duidelijk zijn wat we willen, maar ook wat we niet willen. En waar onze grenzen liggen als publieke kant. En welke producten komen dan wel in aanmerking, maar ook niet in aanmerking voor onze sector. Ik denk dat het dat goed is om het daarover te hebben. En daarom, Twan, is het wat mij betreft echt tijd voor publieke regie. Maar wat is dat nu eigenlijk, publieke regie? Ja. Dat is een goede Anko. Daar wil ik graag op ingaan. Want als we het hebben over publieke regie, dan is het natuurlijk ook goed om het met elkaar ook te definiëren wat het dan precies is. En ik zou willen zeggen, de kortst mogelijke samenvatting is, althans die ik vaak gebruik, is dat publieke regie eigenlijk is sturen van ontwikkelingen op basis van je eigen ambities en je publieke waarden. En het mooie van publieke regie is dat het niet alleen maar een nationaal fenomeen is langzamerhand. Het is ook een internationaal fenomeen geworden. En als je kijkt naar het internationale veld, dan kijk ik bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, waar natuurlijk in het congres nu heel veel acties worden ondernomen ten opzichte van de big tech. En dat in Europa ook allerlei acties nu ondernomen worden. Ik
roep even in herinnering, half december de publicatie vanuit de Europese Commissie, die de e-commerce wet van 2000 willen gaan vervangen door twee nieuwe wetten. Namelijk de Digital Services Act en de Digital Markets Act. En dat is ook heel duidelijk, zeg maar, onderdeel van, zeg maar, de Europese publieke regie, zou je het kunnen noemen. Het nadeel van zowel die acties in de Verenigde Staten als die ook in Europa, die hebben heel snel de lading en de neiging om het alleen maar te framen als zijnde het gevecht tussen de publieke en de private kant. En dat dus eigenlijk alleen maar de private partijen moeten worden ingesnoerd ten bate van de consumenten. En ik zou het eigenlijk wel heel fijn vinden, en ik zie jou daar ook als partner in, om het in Nederland net even wat breder te positioneren, dat publieke regie. En dat brede positioneren, dat moet dan ook beginnen bij onszelf, vind ik, bij het onderwijs zelf. He, dus als we het hebben over sturen op basis van publieke waarden en op basis van ambities van het onderwijs, dan is het dus wel zaak om die zelf ook heel goed eerst te definiëren. Wat zijn dan die publieke waarden? Wat zijn onze eigen ambities? En dat begint dus wel bij onszelf. Dus voordat er überhaupt naar private partijen wordt gekeken, moeten we eerst zelf ons huiswerk goed doen en starten met het goed definiëren daarvan. En juist als we in staat zijn om dat goed te expliciteren, ja, dan kunnen private partijen, die kunnen daar ook wat mee. Dus ik hoop dat wij door dat stimuleren van het debat over publieke waarden, het stimuleren van het debat over die eigen ambities, maar ook wel degelijk, misschien anders dan in Europa en de VS, de samenwerking zoeken met de private partijen om die ambities vervolgens ook te kunnen waarmaken, dat wij net even iets breder kunnen gaan definiëren en positioneren. Dat zou in ieder geval mij wel wat waard zijn. En tuurlijk, dat geldt voor Europa, dat geldt voor de VS en zeker ook voor Nederland. Als er vervolgens natuurlijk uitwassen zijn vanuit private partijen, en helaas hebben we de laatste periode wel een paar van die dingen meegemaakt, ja, dan moeten we daar natuurlijk ook vanuit de publieke kant niet te bang zijn om daar ook tegen op te treden. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan. En als je dan gedefinieerd hebt wat publieke regie is, dan is het vervolgens natuurlijk ook zaak om te kijken, en wat kunnen we daar dan mee? En op welke niveaus kun je dan actie ondernemen? En ik denk dat je dan gewoon drie niveaus moet onderscheiden. Ook hier weer, begin bij jezelf. Dus wat kan het onderwijs zelf betekenen? Dus dat is meer het microniveau. Hè? Wat kunnen onderwijsinstellingen zelf al doen? Dan misschien het mesoniveau. Wat kunnen samenwerkende besturen bewerkstelligen? En macro, wat kun je op landelijk en sectoraal gebied doen? Als ik die drie dingen, als je dat goed vindt, nog even kort doorloop, dan is het op microniveau, dus wat kan een onderwijsinstelling zelf doen? Ja, ik zou zeggen, voldoende professionaliteit laten zien. Als we wel eens, en Anko weet, jij weet dat ook, als we wel eens vaker met private partijen spreken, dan hebben we natuurlijk altijd over wat die private partijen allemaal beter kunnen doen. Maar wat we vaak ook terugkrijgen van de private partijen is dat scholen in hun eigen professionaliteit ook nog wel wat mogen betekenen. Kan je daar een voorbeeld van geven, Tom? Als je aan die professionaliteit denkt. Nou ja, als je het hebt bijvoorbeeld over, ik noem maar heel, er was nu in die afgelopen periode van 10 maanden natuurlijk heel veel vraagstukken over, zijn onze de communicatieplatforms die wij gebruiken, zijn die eigenlijk wel veilig? En wat kunnen we zelf doen in de instellingen, bijvoorbeeld van Zoom of van Google Meet of van Microsoft Teams, om het in termen van privacy en veiligheid wel goed geregeld te krijgen? Ja, dat is iets wat je, dan hoef je niet alleen maar naar die private partijen te kijken, maar dan moet je zelf ook je professionaliteit hebben. En dat kan dus niet meer met een ouder of een docent die er even wat uurtjes vrij voor heeft. Maar dan moet je dus professionaliteit ook in termen van capaciteit gewoon vrij voor maken. Er bestaat nog steeds de mogelijkheid dat een minister op een social media een foto maakt van Zoom en die gewoon op Twitter zet. Dat kan ook steeds natuurlijk. Hè? Ja, nou, maar goed, ik geloof heel erg dat als jij publieke regie wil hebben, dat het gewoon bij jezelf begint. En volgens mij zijn we samen ook bezig met acties rond die minimale ICT-voorwaarden.
He, dus wat moet je gewoon eigenlijk nu, anno 2021, als basisvoorwaarde voor het gebruik van digitalisering in scholen gewoon als basis nemen? Nou, ik vind dat gewoon heel goed. En breng ook maar in kaart, en daar gaat wat Hein ook zei, dat Fora, he, dus de referentiearchitectuur funderend onderwijs, Fora, gaat ook heel goed helpen met het zelfinzicht krijgen van wat heb ik nu eigenlijk aan systemen en wat is de onderlinge samenhang, et cetera. Dus begin bij jezelf. Dan samenwerkende bestuur, ja, volgens mij, ook daar zitten wij samen in hard te werken, Anko, als het gaat om inkoop en gezamenlijke inkoop. Sivon uiteraard, die daar heel actief in is. Maar ook hier zou ik willen zeggen, probeer niet als scholen uniek te zijn in dingen waar je niet uniek in hoeft te zijn. En dat geldt inderdaad van als je gezamenlijk kunt inkopen, doe dat dan. Maar ook op het gebied van veiligheid en privacy, het uitvoeren van DPIA's. Ja, doe dat alsjeblieft samen, dat is veel efficiënter. En zorg ook, als dat nodig is, in die samenwerking, dat je vraagkracht kunt ontwikkelen. Zodat je wel degelijk ook ontwikkelingen kunt bijsturen in de richting van je eigen ambities. En zorg ook dat je acties onderneemt om die markt ook transparanter te krijgen. Dat is eigenlijk dat meso-niveau. En sectoraal landelijk, ja, dat zijn, ik zei al, die ICT-voorwaarden voor scholen zijn heel belangrijk. Architectuurstandaarden zijn heel belangrijk. Maar ben ook niet te bang als publieke partijen om af en toe, als je dat vindt vanuit publieke waarden, als je vindt dat dat eigenlijk ook in het publieke domein georganiseerd moet worden, om dat dan ook gewoon zelf te doen. Dat kunnen hygiënevoorwaarden zijn, maar dat kunnen ook centrale voorzieningen zijn. Ik denk dat het ook gaat om het zorgen voor voldoende marktwerking. Hè, dat er voldoende partijen ook makkelijk kunnen toetreden tot de onderwijsmarkt. Dat er weinig toetredingsdrempels zijn. Nou ja, dat zijn zaken die je eigenlijk op landelijke schaal en soms misschien zelfs internationaal op Europese schaal moet organiseren. Nou, dat zit een beetje in dat derde niveau van landelijk en sectoraal. Misschien, Anko, is het goed. En dan zou ik eigenlijk aan onze moderator, aan Chris, willen vragen. We hebben natuurlijk wel vaak over die publieke waarden. Maar misschien is het ook wel goed om gewoon even aan de hand van één of twee plaatjes te laten zien wat we daar nou precies mee bedoelen. En hoe we dat ook samen met SURF overigens voor het Nederlands onderwijs aan het ontwikkelen zijn in niet alleen maar praten over waarden, maar ook in een waardekader. En ik weet niet, Chris, is het mogelijk om die plaatjes nu voor te toveren? Oké, daar komen ze. Dit is wat ik bedoel. Ik hoop dat voor iedereen dat ook redelijk zichtbaar is. Voor mij in ieder geval moeilijk leesbaar, maar het gaat erom dat in die eerste indeling, hè, daar gaat het dus over de drie hoofdwaarden, namelijk rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie. En wat we dus aan het doen zijn, uit die publieke waarden, die onderwijswaarden, in feite langzamerhand ook een aantal normen te definiëren. En die normen ook weer te proberen om te zetten in ontwerpprincipes, zou je kunnen zeggen. En zo maak je langzamerhand dus wel ook duidelijk vanuit die stimulans van die discussie over publieke waarden, wat je daar precies in normen om zou willen zetten en wat dan de ontwerpeisen zijn die je daaruit afleidt. Nou, we gaan ze niet helemaal langs hier, dat zou ik niet kunnen, want ik kan ze in ieder geval niet lezen. Maar zo zou je voor allerlei facetten, aspecten van het onderwijs, bijvoorbeeld de leermiddelenketen, zou je wel degelijk ook vanuit je publieke waarden langzamerhand kunnen zeggen, nou, maar als we dan ook gezamenlijk bijvoorbeeld gaan inkopen, ja, dan zetten we een aantal van die ontwerpeisen, die zetten we dan ook bijvoorbeeld in ons bestek. En dan moeten de offertes die binnenkomen, die moeten in feite ook aan die ontwerpeisen voldoen. En zo proberen we dat toch wat abstracte begrip van publieke waarde langzamerhand ook meer handen en voeten te geven en dus ook concreter te maken. Ik ben in ieder geval jouw beeld nu kwijt. Nee, daar kom je weer, gelukkig. Want ik zou na die iets meer inzoomen op die publieke waarde, zou ik
misschien ook wel gezamenlijk, Anko, even kijken wat dan eigenlijk onze oproep aan het onderwijs die we moeten doen. Nou, ik vind het wel mooi wat je aangeeft. Hè? Als je denkt aan publieke regie, dan denk je bij wijze van spreken direct aan een soort aanval op de markt. En ik vind het wel mooi wat je aangaf. Eigenlijk is dit iets meer zelfbewustheid, hè? Vanuit onze aan de publieke kant, om daarmee echt goed te kunnen samenwerken. Want om goed te kunnen samenwerken, moet je gelijkwaardige partners zijn. Dus dat is, vind ik, een heel mooi uitgangspunt. En ik vond het tweede wat je mooi zei daarbij, was iets minder uniek willen zijn. En ik weet nog dat ik schoolleider was van een school en ieder kind uniek was natuurlijk, hadden wij op onze schoolgids staan, maar toen bleken er nog 1000 schoolgidsen te zijn die dezelfde term hadden. Dus het woord uniek in het onderwijs is natuurlijk nog snel gebruikt. En wat mij betreft gaat het erom om te weten welke maatschappelijke opgave je hebt, welke opgave heb je als sector, als onderwijs en samen met andere partijen. En wat heb je daarvoor nodig om die opgave ook echt waar te maken, om die te bereiken? En dat moet volgens mij in samenwerking. En daarom vind ik het goed, je noemde hem al, en dat zien we natuurlijk in het hoger onderwijs in zelf, of Sambo ICT ook nog bij het MBO, dan zie je dat die samenwerking helpt om meer stevigheid neer te zetten, om samen die opgave aan te pakken. En het mooie van een coöperatie, blijf ik toch altijd vinden, is dat je vervolgens als onderdeel van die coöperatie wel zelfstandig kan blijven op andere zaken. Dus je pakt een onderwerp op en dat doe je daarbinnen. En in die samenwerking, ja, daar geloof ik heilig in. En als ik dan volgens mij gewoon kijk naar samenwerken, moet ik denken aan samen dezelfde eisen stellen aan de markt. Bijvoorbeeld privacy of leermiddelen. Je noemde die voorwaarden al. Dat lijkt me echt een heel krachtig iets om dat samen op te pakken. Welke voorwaarden stellen we nu, zodat je ook een gelijkwaardige partner bent? Dus dat vind ik wel een hele belangrijke. Misschien dat jij nog iets kan vertellen van over educa, want dat is natuurlijk ook zo'n term die we niet zo vaak gebruiken. Maar eigenlijk laten wij zien in Nederland dat wij in Nederland die samenwerking al nadrukkelijk doen. Misschien kun jij er iets over zeggen. Ja, dat hebben we jaren geleden, zeg maar, ingezet, omdat we toen al eigenlijk het gevoel hadden dat het niet effectief is om tegenover elkaar te staan. En ik zeg altijd, waarom zouden we ook? Want alle scholen in Nederland maken gebruik van producten van private partijen. Dus we zijn samenwerkingspartners en de scholen laten dat op dagbasis ook zien door gewoon die producten in te kopen. En toen hebben we gezamenlijk het initiatief genomen om te zeggen, nou, laten we nu op landelijk gebied met de branches, met de sectoraden, ook zorgen dat we die samenwerking ook veel meer handen en voeten geven. Ik denk dat we op allerlei randvoorwaardelijke aspecten ook heel veel winst hebben geboekt. Hè. Privacy is daar natuurlijk het beste voorbeeld van, met een privacy convenant, waar meer dan 350, geloof ik, dienstaanbieders nu ook al zeg maar bij betrokken zijn en de privacy convenant hebben ondertekend. Ik denk dat we op het gebied van basisvoorzieningen, mooiste voorbeeld is natuurlijk toen het met de toegang tot leermateriaal een paar jaar geleden, nou, niet zo best ging, zou ik maar zeggen. dat er eigenlijk toen meteen ook, omdat we zo'n platform hadden als Educa, ook meteen de koppen bij elkaar konden steken en zeggen van, hé, hey, wat gaan we nu doen om dit eigenlijk gewoon nooit meer te laten gebeuren? En dat programma Start Schooljaar, wat we toen met z'n allen hebben gecreëerd, is een prachtig samenwerkingsverband gebleken. En daarna is dat, ja, toch die kleine ramp die er toen was, een aantal jaren geleden, ook niet meer voorgekomen en hebben we alleen maar eigenlijk verbetering tot stand gebracht. En ook versimpelingen daar waar dat kon. Ja, dus ik denk dat, ja, op landelijke schaal dat soort samenwerking ook echt opzoeken. Natuurlijk ook echt tegenover elkaar staan als dat nodig is, maar niet om dat als doel tot doel te verheffen, maar veel meer, je werkt samen daar waar mogelijk, je komt ook samen tot afspraken. En als je natuurlijk op enig moment het niet met elkaar eens bent, dan kun je ook juist veel meer goede gesprekken daarover voeren. Eigenlijk ook al die samenwerking hebt gerealiseerd. Ben je dan niet bang dat, een argument die we vaak horen, dat als die samenwerking zo stevig is, dat alle innovatie plat slaat, doordat je juist als die kant zo neerzet, dat er geen innovatie meer plaatsvindt? Nou ja, als dat het geval is, dan zou ik zeggen, dan is het ook aan het onderwijs om daar zo snel mogelijk maatregelen tegen te nemen. Ook dat vraagt dus wel weer om eerst zelf nadenken,
wat is dan jouw behoefte aan innovatie? Ja. Dat vraagt weer om het expliciteren van die ambities. Je hoort heel vaak bijvoorbeeld de ambitie om maatwerk, meer te personaliseren, meer maatwerk te realiseren. Ja, maak dat maar eens concreet dan als onderwijs. Dus pak dat stukje huiswerk dan ook op je eigen bord. En als je dat kunt expliciteren, bijvoorbeeld door dat in bestek bij gezamenlijke inkoop ook daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen, dan is dat alleen maar heel mooi. Ik denk dat als de markt zo verstopt raakt, dat er bijvoorbeeld ook eigenlijk geen mogelijkheid meer is voor nieuwe toetreders, dat natuurlijk ook die marktwerk verstopt en ook innovatie dingen. Dus die toetredingstrempels, die moeten eigenlijk zo laag mogelijk blijven. Dus ik geloof dat samenwerking en het goed met elkaar het gesprek voeren niet per definitie innovatie. Ik hoor je dus ook zeggen dat als die schoolbesturen met elkaar goed samenwerken, bijvoorbeeld binnen Sifon, als coöperatie, dat juist dus innovatie kan versterken. Omdat je dan beter, scherper kan maken wat je wil, bijvoorbeeld in maatwerk. Ja. Ik kan me nog de reactie van de markt herinneren. Toen wij daar al voor aan pleiten waren, op PO-raad en VO-raad, van meer maatwerk, meer individueel gericht op de leerlingen. Dat men als markt zei, maar ja, hoezo dan? Wij krijgen die vraag niet vanuit de scholen. Dan denk ik dat, kijk, ondernemerschap is ook kijken naar de dag van morgen. Hè? En niet alleen naar de dag van vandaag. En ik denk dat met name bestuurders er ook voor zijn om die ambities te formuleren voor het onderwijs van morgen. En als je goed ondernemerschap toont, ik zou überhaupt zeggen, welke ondernemer is zelf tegen innovatie? Want als je je product niet innoveert, dan ben je morgen out of business. Maar ook hier, onderwijs, definieer dan maar hoe jij het onderwijs van morgen graag ziet en ingevuld wil zien. En ik ben ervan overtuigd dat als je dat op een goede manier ook uitvraagt in de markt, dan zou ik niet weten waarom partijen daar ook niet op een hele goede manier op kunnen reageren. En ook met hele innovatieve producten komen. En dat hebben ze ook de afgelopen jaren ook meer dan laten zien. Als je nu naar de toekomst kijkt. De chat die werkt helaas niet. Want we gaan gewoon verder met elkaar praten. De chat werkt niet. Oh, oké. Okay. Dus vandaar dat we het ietsje langer. Anders hadden we nu een vraag en antwoord op een andere manier gedaan. Als je nu een jaartje terugkijkt en je ziet wat er nu allemaal gebeurd is. In deze tijd van corona. Wat zouden wij nou de komende periode nog anders moeten doen als je kijkt naar het onderwijs? Dat jij eens kritisch op ons reflecteert. Wat zouden wij nu als we kijken anders kunnen doen? Ik denk dat ik zou toch dat begrip publieke regie met z'n allen ook echt bij de kop willen pakken. En nogmaals, publieke regie niet om private partijen uit te sluiten, maar private partijen onderdeel te maken van die publieke regie. Maar wel ook de publieke partijen de tijd te geven om goed na te denken hoe zij zelf het onderwijs ingericht willen zien. Zowel in termen van welke basisvoorwaarden, aan welke basisvoorwaarden moeten worden voldaan. We noemen dat dan vaak de hygiënevoorwaarden. Welke architectuur willen we eigenlijk bijvoorbeeld in onze leermiddelenketen? Hoe formuleren wij onze ambities op een goede manier? En dat dan ook in instrumenten omzetten, zodat private partijen daar ook op een goede manier op kunnen reageren. Daar ook de gesprekken bijvoorbeeld in Educa mee te voeren. Maar als dat moet in het formuleren in een bestek om inkoop en uitvraag te doen in de markt, ook een prima manier. En dat we op die wijze ook gezamenlijk met private partijen die toekomstige onderwijs heel goed invulling kunnen geven. We gaan nu als een speer nu naar Jan op de chat, want eens gaat hij lachen. Oké. En verrassend nog niet, Suzanne is de eerste die de vraag stelt, dus dat is dan weer mooi. Hoe kunnen we op alle niveaus, bijvoorbeeld op school, het idee van publieke regie, gedeelde verantwoordelijkheid vormgeven? Kan je daarop reflecteren, Twan? Heb ik volgens mij al gezegd. Het begint op schoolniveau, publieke regie. Omdat als jij wel heel veel publieke regie wil voeren en zelfs eventueel zou weten waar je dat dan precies op wil doen, maar je hebt je eigen zaakjes niet op orde en je bent zelf gewoon niet professioneel genoeg, en je minimale ICT-voorwaarden niet op orde,
Ja, we hebben het gezien de afgelopen periode. Hè, scholen die in de basis al heel veel met digitalisering deden, die waren ook heel snel in staat om ook digitaal onderwijs op afstand goed invulling te geven. Ja, dan hou maar op. Dus de basisprofessionaliteit op schoolniveau moet gewoon op orde zijn, wil je überhaupt spreken over publieke regie. Ja, ik vind ook nog een leuk kruipje op, dat ik al lang geleden niet gesproken heb. Ook wel een mooie vraag. Precies waar ik ook mee zit. Hoe kom je nou dat die UTOP-vraagbundeling de laatste reguleert en innovatie alsnog in het geding komt? Dus hoe zorg je er nou voor dat bijvoorbeeld Tifon zijnde, dat je daarmee niet echt alle innovatie wegkrijgt? Ja, nogmaals, ik denk dat zeg maar het goed formuleren van een bestek op basis waarvan je uitvraagt, uitvraag doet in de markt, daar kun je natuurlijk prima ook je innovatieve elementen in vormgeven. En ik denk dat, wat zei ik al, dat ondernemers leven van innovatie. Hè? Want het product bestaat niet meer als je niet mee innoveert. En als je al denkt dat je op nationale schaal niet meer hoeft te innoveren, dan gaan gewoon internationale partijen gaan gewoon de educatieve markt in Nederland overnemen. En je ziet nu al natuurlijk dat hoe Microsoft bijvoorbeeld bezig is met het positioneren van de Microsoft suite, dat zou je al een beetje een leermanagement systeem in light form kunnen noemen. Dus je ziet dat de concurrentie van het buitenland langzamerhand natuurlijk ook al gewoon in Nederland binnenkomt. Ook natuurlijk via Google. En dat dus het innovatie wegdrukken in Nederland en denken dat zeg maar nationale bedrijven zouden denken dat ze daar ook meer weg kunnen komen. Ja, dan worden ze gewoon ingehaald door internationale bedrijven. Ja, dan heel straks zie ik de tijd. Die is voorbij. Overdue zitten we al zo. Dank jullie wel allemaal voor het volgen van dit verhaal. Jammer dat de chat wat laat op gang kwam, maar we willen daar zeker naar kijken, zoals Chris ook al aangeeft. Volgens mij laat het gesprek zien dat de waarden die we hebben nadrukkelijk gesteld moeten worden. Dus om te voorkomen dat innovatie wordt aangeslagen, dat de keuzevrijheid blijft, doelmatig inzet en transparant. Ik wens jullie allemaal een hele goede voortzetting op dit congres. Oké, tot ziens.